We hadden niet of een moeilijkere start gehad, maar hoe zeggen, eenmaal het klikte, waren we vertrokken. En we hadden ja, toch wel enkele goede wedstrijden gespeeld. De combinatie vooraan met Bruno, Berahino, Larin was goed. Achteraan hadden we ja, met Mensa iemand die heel, heel hoog opkwam, waar ik van hou. En, dus de verwachtingen waren wel zeer hoog. Bovendien, de stage was goed. Goed weer, supporters, partners, directie die afkwam. Ik herinner mij dat ik toen nog een woordje gesproken heb om die mensen te bedanken voor hun trip en voor hun steun en voor hun vertrouwen. En dat, we eigenlijk, dat was een en al ambitie. Dat was ambitie om play-off 1 te spelen en om naar die bekerfinale te gaan. Vooral omdat we ook in de heen match-up club een goede uitgangspositie hadden. En ik zou zeggen is dat op dat vlak is dat wel een van onze beste stages geweest. We hebben er wel wat meegemaakt. We hebben seizoenen meegemaakt dat we tweede, vierde bekerfinales gespeeld hebben. Maar dit was een mooie stage. Ja. Als je start tegen Henk en je moet naar Antwerpen, dan heb je een felle start. Ik bedoel, dat zijn twee ploegen die competitief waren voor play-off 1. Henk had fel uitgehaald op de transfermarkt. Dat is het voordeel dat de topploegen hebben. Een van hun nieuwelingen scoort ook het tweede doelpunt tegen ons. En dan kan je verliezen. En we hebben ooit in een dubbele confrontatie Zultuarium Henk, beker en drie dagen later competitie en drie dagen later beker, hebben wij ook eens gewonnen en eens verloren. Fel. Dus dat kan gebeuren. Je kan tegen Henk ja, onderuit gaan. Dat kan gebeuren. Maar natuurlijk, dan moet je een week nadien naar Antwerpen, die ook competitief was voor play-off 1. Ik vind dat we daar eigenlijk een hele goede match speelden. Echt waar, eigenlijk een beetje een bevestiging van onze stage. We hebben dat verloren met 2. En dan zit je al gauw in 0-6. En ja, die ploegen die concurrenten zijn van u, die gaan met het vertrouwen mee. En wij hebben wat vertrouwen verloren. Oké, we hebben dan wel tussendoor een match gewonnen met 5-0 tegen Waasland-Beveren. Die mij eigenlijk heel veel plezier deed. Want uiteindelijk was dat met wat nieuwelingen en we hadden ook vlot gescoord. Maar ja, goed, een volgende wedstrijd zat dan thuis tegen een club, waar ik nog altijd vind dat we verdienden om door te gaan. Maar ja, goed, oké. Het missen van een kans en een tegentreffer krijgen 2 minuten voor tijd, geeft u geen mogelijkheden meer om zeg maar terug te keren of om u te plaatsen. In finaal moet je 2 dagen later naar Charleroi gaan, die u stond op te wachten met alle middelen van dien, want wij hadden ze uitgeschakeld in de kwartfinale van de beker van België. Dus het was en speelde ook nog eens voor play-off 1. Dus die samenloop van die omstandigheden zat na die stage wat tegen. Je moet wat geluk hebben, maar dat was een momentum dat het ons wat tegen zat. En dan moet je eigenlijk wat geluk hebben op die moment. Ja, ik denk dat het afgelopen jaar sowieso bijzonder was. Hè. Trouwens voor iedereen, met de corona op eerste plaats, is een heel bijzonder jaar. Voor mezelf op voetbalgebied een hele carrière switch. Ik begon aan het jaar als voetballer zijnde. En nu het jaar eindigen als trainer, zullen we maar zeggen. Dus ik kan wel zeggen dat dat een heel bijzonder jaar is voor mezelf. En misschien wel een jaar om nooit te vergeten. Je hoopt natuurlijk dat je goed gaat starten aan het seizoen. Als je nu speler bent of trainer, dat maakt op zich niet zoveel uit. Maar je hoopt heel goed te starten aan het seizoen. Dan gebeurt dat niet helemaal en dan ga je natuurlijk altijd jezelf in vraag gaan stellen. Zo zijn we allemaal als sportieve staf en ga je over alles gaan nadenken. Wat kunnen we nog anders gaan doen en wat moeten we nog beter en wat moeten we dit dan doen en was dit wel goed of moeten we het terug zo doen. Dus er komen heel veel dingen bij kijken en natuurlijk was dat of is dat niet zo'n heel leuke periode. We moeten daar zo snel mogelijk uit raken. Ik denk dat we nu al een kleine serie neergezet hebben, maar we moeten ons eigenlijk zo snel mogelijk veilig gaan spelen. En dat zal voor iedereen goed zijn, denk ik, zowel voor de club, voor de spelers, voor iedereen die iets met Zultuarium te maken heeft. Goh, 2020, geen topjaar. Ik denk dat elke club wel tijdens een seizoen moeilijke momenten kent. En je ziet ook de ploegen die in het begin van het seizoen zeer goed gestart zijn.
ja, die zijn op een elan gegaan. Bijvoorbeeld een Leuven of een Beerschot. Die zijn eigenlijk in het promotiejaar op hun elan doorgegaan. En een aantal ploegen hebben het iets moeilijker gehad. Bijvoorbeeld in Gent zijn. Ik moet zeggen dat wij in het begin van het seizoen, dit seizoen, moeilijk gestart zijn. We zijn ook moeilijk minder uit de COVID-periode gekomen. Hè, want we zijn in maart eigenlijk is de competitie stilgelegd. En dan is het altijd afwachten hoe gaan de jongens die periode kunnen overbruggen. Want het is individueel werk geweest. De opvolging is niet 100% geweest. Dat is bij elke club zo geweest. En dan is het maar de vraag hoe zijn we uit die COVID-periode gekomen, die rustperiode. En dat was niet zo goed. Dus we hebben echt wel tijd nodig gehad om iedereen terug op het niveau te brengen waar we eigenlijk nu de laatste weken op zitten. We hebben een 11 op 18 gehaald. Dat is niet slecht. Dus als we op dit elan kunnen verder gaan, kunnen we misschien nog naar omhoog kijken. Qua carrière-switch kan dat tellen, het jaar 2020. Ik moet zeggen dat een hele, ik zal niet zeggen, een sprong in het ongewisse is. Van club veranderen is niet altijd evident. Maar ik vond het de juiste moment om eigenlijk een logische stap in mijn trainerscarrière te doen. En daarom heb ik ook voor Zulte Waregem gekozen. Omdat daar toch ook wel de uitdaging ligt om de verdere ontwikkeling door te maken in mijn trainerscarrière. Dus ik wil mijn diploma zo snel mogelijk halen en op dat vlak de nodige ervaring opdoen. Bij Club Brugge heb ik dan de U16, een jeugdploeg gehad. Assistent geweest bij het eerste elftal. En nu was het de tijd rijp, denk ik, om eens een volgende stap te zetten. Of vorig jaar het juiste jaar was om te stoppen, dat weet ik niet. Toen ik zelf voetbalde, had ik zoiets van, ik kan nog wel een jaar doorgaan. Dat was echt mijn eerste idee. Nu dat het jaar gedaan is, voorbij is, was het misschien wel het juiste moment. Op het moment zelf dacht ik van, ik ga echt nog een jaar doorgaan. En dat zit nog goed. We hadden ook nog kans op de bekerfinale. We hadden ook nog kans op play-off 1. Ik had graag nog een keertje de bekerfinale gespeeld, eerlijk gezegd. Dat ging ik sowieso een jaar doorgaan hebben. Maar nu, als het jaar voorbij is, vind ik dat ik wel de juiste keuze gemaakt heb. Als ik zie hoe de jongens nu afzien op dit moment en hoe ze overal pijn hebben, dat heb ik niet meer. En ik amuseer me rot in mijn nieuwe job. Ik kruipt heel veel energie en tijd in. Dat moet je ook wel doen. En totaal geen spijt van. Het is toch heel anders als speler in een groep zitten dan ten opzichte van een trainer of een assistent te zijn voor een groep. Ik moet zeggen dat we de nodige flexibiliteit en vrijheid krijgen van Frankie ook om een aantal dingen neer te zetten. En ik zal niet zeggen uit te proberen, want het moet er wel op zijn. Maar dat is wel leuk. Je bespreekt een aantal dingen samen en dat je dan de vrijheid krijgt om dat ook neer te zetten op het veld. Dat is super in je ontwikkeling als coach. Die samenwerking met Davy, die verloopt zeer goed. Ik had al contact gehad met Davy, omdat hij aan het twijfelen was van ga ik nog een jaar verder spelen, ja en nee. Of wat wil ik doen na mijn carrière? Ik heb die beslissing ook moeten pakken, x aantal jaren terug. En ik weet hoe moeilijk dat is, omdat je beseft zelf niet als speler van welke keuze moet je nu maken. Want dat is wel een hele belangrijke beslissing in je carrière. En de volgende stap, welke stap ga je nemen? Ga je in het management, ga je als trainer aan de slag, ga je nog een jaar verder voetballen? Dus, maar die samenwerking is tot nu toe perfect verlopen. We kennen elkaar al van in de tijd van club. En in Nederland hebben we zelfs tegen elkaar gespeeld. Dus we kennen elkaar, ik zal niet zeggen door en door, maar we hebben ongeveer wel dezelfde denkwijze of filosofie. Ja, ik kende Timmy natuurlijk nog van mijn periode in Brugge, dus we hebben altijd wel ergens wat contact blijven houden. Ik was natuurlijk super blij dat Timmy hier ook die stap zette bij ons bij Zulte Waregem. Ik denk dat allemaal heel goed verloopt. Timmy ook wat mijn leeftijd, hij is een klein beetje ouder, maar we hebben toch dezelfde generatie. Zelfde wat ideeën ook allemaal, visie. We zijn allebei heel, heel, heel gedreven in alles. We maken elkaar ook wel wat gek in af en toe. Maar ik denk dat die samenwerking super goed verloopt, ook samen met Frankie en de hele sportieve staf. Gaat dat heel goed. Iedereen heeft zijn weg erin gevonden, iedereen heeft zijn taken, iedereen heeft zijn doelstelling. Ik denk dat heel vlot verloopt. Die samenwerking verloopt schitterend. Het zijn twee jonge mensen die gebeten zijn door de microben, die ook nog in cursussen zitten.
En ik heb Gen en Davy ook al, zelfs in de lockdownperiode, de mogelijkheid gegeven om heel veel ervaring op te doen. Dus ik laat die jongens heel veel inbrengen, geven in de leiding van de trainingen. En uiteraard probeer ik hen nog wel wat te sturen daar waar nodig, omdat ik vind dat, dat die ervaring, die staat nog altijd als een paal boven water. Kun je niet zo gemakkelijk uitsluiten. Coaching is een stuk ervaring ook. En op dat vlak denk ik wel dat ik hun kan helpen. Maar ik denk dat we een heel mooi trio vormen, aanvullend natuurlijk met andere jongens in de staf. Denk ik dat, dat het heel leerrijk is. En ik heb hen al een paar keer erop gewezen dat ze misschien hun eerste seizoen van het trainerschap misschien wel nooit zullen vergeten in hun carrière. Weet je, toen ze mij de eerste keer vertelde dat er een virus was in China, dacht ik van, oké, met alle Chinezen, maar niet met ons. Dat kan niet gebeuren hier in België. Maar goed, het komt dan zo dichtbij. Het zit in Italië, het zit op skivakantie, mensen brengen het mee. Enfin, of dat ze het nu meegebracht hebben of niet, het zat in heel Europa. En plotseling wordt die competitie gestopt. Is het verhaal van, gaan we nog opnieuw opstarten? Dan komen er zoveel zaken in vraag. Dat je niet meer weet waar dat je aan toe bent. Dat is de eerste keer dat we dat meemaken. Ik heb dat ook nooit meegemaakt. Dat een competitie gestopt wordt. Wat gaat er gebeuren met gaan we nog spelen? Gaan we nog moeten spelen? Gaat een halve competitie gespeeld worden in play-off 1? Gaat play-off 2 nog moeten gespeeld worden? Wat moeten we doen met de conditie van de jongens? Ik herinner mij nog dat wij op half maart in die periode de jongens naar huis gestuurd hebben. Want we hadden gekozen om ze finaal met hun familie te laten verblijven, zeg maar, in die moeilijke COVID-periode. Dus wij zaten met een pak vraagtekens en dat is eigenlijk nooit meer goed gekomen, tenminste in dat seizoen. Well, ik denk, we zijn een voetbalclub, dus we praten over voetbal, sport, evenementen, horeca. Dat zijn eigenlijk de meest geteisterde sectoren in onze maatschappij. En ik denk, ja, maar zou het waar hebben, we zitten volop in de storm. En wat een impact heeft dat? Ik ga je zeggen, dus, ik denk dat het wedstrijdgerelateerde het meest leidt, uiteraard, van de COVID-crisis. In die zin, we hebben geen publiek, we hebben geen catering, we hebben geen drankverbruik, we hebben dus geen tickets. En ik denk dat het ongeveer toch te vertalen valt in een 30% minder omzet, wat gigantisch is. Ik denk in de eerste plaats aan de club zelf, want zonder club geen spelers, zonder spelers geen club. Je zit met het financiële die erin hakt. Hè. Dus je mag dat niet verkeerd begrijpen. Ploegen als Bayern München of Real Madrid, die zullen daar niet zo heel veel nadeel uit vinden. En als ze er dan een beetje nadeel uit vinden, dan is dat misschien een tiende van hun 500 of 600 miljoen euro budget. Goed, met 500 of met 400 kun je op straat lopen en voetballen. Dus dat nadeel bij die grote ploegen is niet zo heel groot. Je ziet dat ook in België. De grote ploegen als Club Brugge, oké, dat heeft natuurlijk zijn impact. Ticketverkoop, merchandising, bol, whatever, publiciteit, noem maar op. Zal er natuurlijk wel onder te lijden hebben. Maar middenmotors, zoals Zodewaar, hebben daar nog meer onder geleden. Natuurlijk, bon, goed thuismatchen. Je kunt niet meer spreken van een thuismatch, want je hebt je support niet meer. Het is allemaal heel afstandelijker geworden. De emotie is plotseling allemaal weg. Want laat mij zeggen, voetballen met supporters in je stadion is het leukste die er is. We hadden dat al een keer meegemaakt in de Europa League in Lazio Rome. Dat is een coole bedoeling. En voetbal is een volkssport. Voelen wat is een sociale beleving voor iedereen. Hey, gaan we zaterdag naar de voetbal, hey, we gaan ticketten kopen, we gaan eten, we gaan nadien nog een glasje drinken en we gaan naar huis en we gaan supporteren voor onze club. Dat is de insteek van vele voetbalsupporters en nu viel dat plotseling ook allemaal weg. Dus het is een dramatische periode voor voetbalploegen, voor de maatschappij in het algemeen. En wij zijn daar zeker, als zo te waren zijnde, niet aan ontsnapt. Maar ja, de jaarrekening is inderdaad niet positief. Ik denk dat dat voor de volledige sport, en zeker de volledige voetbalsport, gaat zijn. Dus we moeten rekenen dat we vanaf maart zijn we dus eigenlijk platgevallen. We hebben dus geen inkomsten meer. Die 30% dus dateert toch al van die periode. Wat ook eigenlijk heel belangrijk is, is dat we dus op een bepaald moment ook de transfers die we voor ogen hadden, niet eigenlijk kunnen. We hebben ze wel kunnen realiseren, maar we hebben ze niet kunnen valoriseren. Dus de transfers die we gedaan hebben, hebben veel minder opgebracht.
En dat resulteert dus in een serieus rood negatief resultaat. Maatregelen, ja, uiteraard, de maatregelen, dat zijn besparingen. En besparingen, we kunnen best in feite als voetbalclub alleen maar besparen op de loonmassa. Dus dat is pijnlijk. Dus voor de medewerkers hebben we dus moeten besparen, maar ook op de budgetten, de sportieve budgetten, de trainingsbudgetten. Dus dat, ik moet eerlijk zeggen, onze mensen, onze operationele mensen hebben dat heel goed gedaan, want dat waren zeer pijnlijke beslissingen. Ik heb er heel veel respect voor. En, maar jammer genoeg, we gaan maar de resultaten zien tegen volgend seizoen. De lege stadions op dit moment, ja, dat is inderdaad niet zo heel prettig voor de spelers. Hè. Die missen ergens die extra adrenaline stoot, alles wat er gewoon bij komt, die extra spanning, dat gaat daar eens wat verloren. Heb ik zelf genoeg ondervonden in de eigen wedstrijden. Ook terug spelen naar onze eigen tribune, dan de tweede helft, bij wijze van spreken, voor die extra power, die extra kracht. Dat is er nu allemaal even niet. Ook al doen de supporters hun stinkende best om met spandoeken en allerlei filmpjes en dergelijke ons te motiveren, maar het echte gevoel, ja, dat is er jammer genoeg niet. Een ander voordeel vind ik wel dat we nu als staf zijnde op de bank heel veel coaching kunnen doen. Dat eigenlijk over het hele veld verspreid wordt. En anderzijds, als het veld of het stadion vol zit, dan zal dat niet meer zo'n impact hebben. Mijn eerste indrukken waren zeer positief. Ik had altijd wel een idee van SCV is een verstandige club, een zeer gezonde club, een stabiele club. Die toch de laatste jaren, tien jaar denk ik, een vijf keer play-off ingespeeld had. Qua accommodatie super is. Qua resultaten ook zeer leuke dingen gedaan heeft. Dus dat was voor mij heel positief. Ook de accommodatie, trainingscomplex. Je ziet wat er gebeurd is met het stadion. Ja, dat is wel een club die vooruit wil en progressie gemaakt heeft de laatste jaren. En dat is ook wel nodig om de voeling niet te verliezen met de andere clubs. Want die maken ook wel vooruitgang. En dan moet je zien dat je mee bent. En ik moet zeggen dat de eerste indrukken zeer positief waren. Maar ik ben eigenlijk dezelfde tijd ook vier. Hè? Want uiteindelijk in zulke moeilijke omstandigheden hebben onze mensen fantastisch werk verricht. Zoals ze zegt, dus het BK wielrennen 2021, dat is een positieve noot. Dat heeft ik er in moeilijke tijden, dus iets positiefs. Ik denk ook aan, dus, laten we zeggen, er zijn grote sponsors bijgekomen. Dat is heel uitzonderlijk. Zelfs een hoofdsponsor, Napoleon Game, is er bijgekomen. Dat is niet evident in zo'n moeilijke periode. En ik ben daar heel fier mee. Ik mis op dit moment echt niet het gevoel om tussen de lijnen te staan. Gelukkig sta ik er nog iedere dag tussen, bij wijze van spreken. We mogen als trainer zijnde iedere dag op het veld staan. Daarom doe ik het ook zo graag. Je blijft tussen de jongens staan. Dus er is op zich niet zo heel veel veranderd. Behalve dan de wedstrijddagen heb je ergens wat minder power en macht, zal ik maar zeggen, om het resultaat dan misschien echt helemaal te gaan beïnvloeden. Want eenmaal de wedstrijd begint, nu zijn gelukkig de stadions nog leeg. Maar ik denk hier dat stadions al vol zitten, is dat moeilijk om qua coaching nog iets bij te brengen tijdens zo'n wedstrijd. Dus dat gebeurt dan in de week voordien. Terwijl als speler kan je toch nog ergens, weet je wel, je best ergens nog gaan doen, zal ik maar zeggen, of iets aan doen met die bal. En dat lukt niet meer. Dus ja, ik denk dat een beetje. Goh, dat Olly het populairste bericht was op Facebook of op social media, dat had ik eigenlijk niet verwacht. Maar je ziet welke impact dat hij heeft binnen het Belgische voetbal. Nog steeds trouwens. En ik moet zeggen, chapeau wat dat hij doet. Want ik heb in diezelfde situatie gezeten, op die leeftijd. En dit nog brengen. Hij traint zo goed als elke training, elke dag. Hij verzorgt zich op en top, want anders kan je dat niet volhouden. Dus dat wil zeggen dat hij er heel veel aan doet om op dit niveau te blijven. En ik hoop dat hij zo lang mogelijk de spanning kan behouden om zich door te zetten. Want eens die spanning eraf is, dan is het natuurlijk moeilijker op die leeftijd. Maar hij doet dat fantastisch en ik hoop dat hij dit sowieso nog kan doortrekken tot het einde van het seizoen. Want het is een belangrijke speler voor ons. Ik had er altijd wel heel veel van verwacht. En dan denk je van het zal zo gaan, het gaat wel dit en dat zijn. Maar ik kan je zeggen dat trainen zijn een zwaar onderschatte job is. Ik ben altijd heel direct en eerlijk, maar ik kan dat nog een keer zijn. Maar trainen zijn komt echt heel veel bij kijken. Is ook een job eigenlijk dat je nooit niet kan loslaten, dat je 24 uur per dag mee bezig bent, bij wijze van spreken. Soms moet je het wel een keer leren loslaten, heb ik ook al geleerd. Maar ja, het is iets dat heel intens is, dat je veel mee bezig bent, dat heel veel factoren bij komen kijken. Het is niet alleen maar trainingen geven, maar wedstrijd bekijken, people management, jongens. Je hebt een hele kern, een hele club eigenlijk, waar je eigenlijk dag in dag uit mee bezig bent.
Dus er komt echt wel veel bij kijken, maar je moet dat met vol passie doen, anders denk ik niet dat je kan slagen. Goh, ik ga er mijn tijd voor pakken om eventueel T1 te worden. Ik heb een planning gemaakt en daar horen ook de nodige diploma's behalen bij. Maar ja, binnen 2-3 jaar, als die kans zich voordoet om hoofdtrainer te worden, dan zal ik dat overwegen. En ik denk dat ik daar een wel overwogen beslissing in zal nemen, zoals ik de voorbije beslissingen genomen heb in mijn carrière. Dus ja, wie weet. Maar ik voel me goed in de rol waarin ik nu zit. Dus we zullen wel zien. Maar doelstelling, ik ga eerst en vooral sportief spreken. Hè. Sportief denk ik, ja, men moet ons zo vlug mogelijk in een veilige haven parkeren. Hè. Dus we zitten nu in een peloton waar ik liever niet in zit. Hè. Ik zit liever in het peloton van verleden jaar rond nieuwjaar. Daar zat men de eerste 6, nu zit men de laatste 6. Hè. We moeten eruit. Ik heb volle vertrouwen in de ploeg. Maar het is een heel eigenaardige affaire. De goede matchen hebben gespeeld op verplaatsing en de goede matchen hebben gespeeld tegen goede ploeg. En ik ben enorm onthoogd, ik zei dat. Dus dat we dus dat telkens afwisselen met de match zoals nu tegen Sint-Ruiden wist, waar we thuis de boot in gaan. En de match bijvoorbeeld ook tegen Mechelen, waar we ook thuis de boot in gaan. Eventueel ja, te veel door individuele fouten. Maar de ambitie en de doelstelling is dat dat eruit gaat en dat ook thuis en tegen mindere ploegen dus punten pakken en dan is er geen vuiltje aan de lucht. Kijk, 2020 was een bijzonder slecht jaar en voor SCV en voor de maatschappij in het algemeen. Ik hoop in de eerste plaats dat 2021 een superjaar wordt voor SCV. Ik hoop dat we in januari toch wat versterkingen kunnen binnenhalen. Want de komende 15 matchen in het tweede gedeelte van dit seizoen zullen cruciaal worden. We moeten niet dromen over volgend seizoen, we moeten dromen over dit seizoen. Dit is de realiteit. We staan met 5-6 ploegen onderaan. Ik geloof nog altijd dat we ons gaan redden. Maar wij zijn het niet gewoon. Wij hebben niet die cultuur om, ik ga het proberen goed uit te leggen, om die mouwen op te stropen en van de 16e naar de 15e plaats staan. Wij hebben die cultuur niet. Wij hebben een cultuur van goed voetbal, mooi voetbal, goede spelers, prijzen halen, play-off 1, noem maar op, spelers verkopen, etc. Vandaag zit je in een andere competitie. En je hebt het gezien laatst tegen Sint-Ruiden, dat Sint-Ruiden eigenlijk weinig initiatief nam. Wij hadden 66% balbezit. Wij hadden het dubbele van hun aantal passes. Zelfs de nauwkeurigheid was meer dan het dubbele, bij manier van spreken. En toch hebben zij gewonnen omdat wij op dat moment één fout maakten, nadien nog een rode kaart gekregen hebben. Dus dat is het voetbal die ons nu te wachten staat. En we hebben nu ook belangrijke wedstrijden de komende maand januari, thuis 4 trouwens. De komende 4 maanden zijn nu de belangrijkste in het bestaan van Zultenwaregem. En als we die goed doorkomen, wat ik nog altijd geloof, dan kunnen we ons focussen op volgend seizoen, waar dat het nog competitiever zal zijn. Als ik het goed voor heb, gaan de $3 zijn. En gaan we terug naar het eerste systeem gaan met play-off. Dus het wordt een ongelooflijk boeiend jaar. Oh, mijn wens voor 2021 is, wil ik even teruggaan naar een cliché. Dat is voor iedereen een hele goede gezondheid. Want de voorbije jaren, of ja, altijd al tijdens de jaarwisseling, is het feit van ja, een goede gezondheid. En dat is cliché, maar het jaar dat we nu achter de rug hebben, is dat wel degelijk een van de hoofdzaken die voorop staan. En ik hoop dat iedereen er goed en wel doorkomt dit jaar. En dat we ja, nog kunnen genieten van de kleine dingen in het leven. Onder andere bij de ouders of bij de kleinkinderen een keer op bezoek gaan. Ja, dat missen we nu wel. En lekker een koffietje gaan drinken met elkaar, met de familie. En ja, nog vele goede resultaten. Dat we terug veel punten pakken, een degelijke club worden in de Jupiler Pro League. En dat we weer mooie tijden tegemoet gaan gaan. En is dat nu met de play-offs of dergelijke, maar natuurlijk weer mooie resultaten behalen, leuke wedstrijden, waar supporters kunnen bij zijn, dat iedereen weer aanwezig is. En de sfeer van vroeger, zal ik maar zeggen, van ook de stadion met de piste rond en de tribune die staat te wiebelen. Laat ons die tijd maar terugbrengen in het nieuwe jaar. Dat is de vurige wens, dat we toch zeker onze eigen supporters, onze eigen abonnees, onze eigen sponsors terug kunnen verwelkomen in het regenboogstadion. Dat is een vurige wens. Mijn wens is ook sportief dat we het beter doen. Echt beter doen 2020. 2020 was geen goed jaar, maar we moeten er ook eerlijk in zijn. Ondanks het feit dat we er in het begin van het jaar
op de stage er heel goed voor stonden. Hebben in feite weinig, ik ga niet zeggen dat we er weinig van gebakken hebben, maar we hebben te weinig gebracht. En mijn wens is dat we dus dit jaar, of dit seizoen 2021, eigenlijk beter doen dan verleden jaar. En mijn wens is ook, dat is dan heel iets anders, dus mijn wens is ook een aantal mensen, een aantal categorieën mensen bedanken, die ons, ondanks alle problemen die de COVID met ons meebrengt, gesteund hebben. Dat is uiteraard onze interne medewerkers. Dat zijn ook de supporters en de supportersorganisaties. Dat zijn de sponsors, dat zijn de mensen van de jeugdwerking en dat is ook Stad Waregem. Die vijf groepen mensen, want ik ga geen individuele naam noemen, maar die vijf groepen mensen zou ik eigenlijk echt wel wensen te bedanken. We hebben een 2020 meegemaakt waar dat we in onze stoutste dromen dachten we nooit meer dat dat bestond. Ik ben 63, ik heb alleen goede zaken meegemaakt. Mijn ouders, mijn grootouders, die hebben een oorlog, die hebben moeilijke periodes gekend. Wij hebben dat nooit gekend. Wij hebben de ontwikkeling gekend van een computer en van een telefoon en vandaag kunnen we niet meer zonder. En als we een keer een uur zonder telefoon of zonder computer zijn, dan hebben we een slechte dag gehad. Dus ik hoop eerst en vooral dat die corona kan verwijderen door het weggaan, door het vaccin. Die hopelijk zal niet te veel problemen opleveren, dat de positieve atmosfeer weer in de wereld zal brengen. Dus ik denk dat gezondheid vandaag voor iedereen op de eerste plaats staat. Want als het gezond is, dan kunnen we weer supporters ontvangen. Dan kan de club weer groeien. Dan kan de maatschappij weer de business as usual doen. En er zijn mensen die zeggen, de wereld wordt nooit meer als voorheen. Dat zal niet. Hij zal nog beter worden. Mensen zeggen, er zal niet meer zoveel gereisd worden en er zal niet meer zoveel uitgehaald worden en er zal niet meer zoveel geknuffeld worden. Kijk, ik zeg het vandaag al, er zal nog meer gereisd worden dan vroeger en er zal nog meer geknuffeld worden dan vroeger. Alleen moeten wij ervoor zorgen, zo te Waregem zijnde, dat we deel uitmaken van dat goed gevoel. Dus als ik het nu mag projecteren op zo te Waregem, eerst en vooral moeten we ons redden. En moet dit de start zijn, 2021 moet de start zijn van een ongelooflijk sterke periode dat zou te Waregem, en ik heb het daar juist al vergeleken, misschien moet het de periode worden, ik droom daar in het stille van, de best ever. Misschien de beste ooit, want we hebben nu heel veel lessen getrokken. En uit de corona, en uit de moeilijke periode waar we zelf in zitten, dat het misschien wel weer een stukje back to basics is. En misschien kan dat ons het supergoed gevoel geven dat we misschien nog meer gaan knuffelen, dat we nog meer gaan geluk uitstralen, maar net misschien op de juiste momenten er nog meer zullen van genieten. Op 2021. Santé, op nieuwe 2021. Allee, santé. Beste SV'er, mag ik jullie uitnodigen op een drink op een fantastisch en gezondvol 2021. Dank u wel.